De organisatie in Nederland is, volgend jaar bestaat die 200 jaar. Oorspronkelijk komt het uit Engeland. En dan moet je vooral denken aan de periode van de gilden. En met name in Londen waren dus groeperingen die dus zich niet konden aansluiten bij gilden. Maar die wel behoefte hadden om toch een soort gemeenschap te vormen. Om elkaar te ondersteunen. Als dat nodig was. En die hebben zich verzameld in de Odd Fellows. En dat is later is dat vanuit Engeland is het naar Amerika gegaan. Daar is het ook. Hebben zich ook loges gevormd daar in Amerika. En eigenlijk is het hebben de vanuit Amerika de diamantbewerkers vooral in Nederland. Die hebben het min of meer hier gebracht. De eerste loge was ook in, die bestaat niet meer, maar die was ook in Amsterdam. De symboliek is bijvoorbeeld, een van de symbolieken is bijvoorbeeld, dat deden ze vroeger. Maar ze hadden bijvoorbeeld witte handschoenen aan als ze binnenkwamen. En waarom deden ze dat nou in die tijd? Kijk, je had in die tijd werkmensen. Je had mensen, daar kon je niet aan zien wat iemand voor beroep deed. Daar kreeg je een soort gelijkheid mee. Aan de ene kant is het zo van, die oude traditie, die oude gebruiken, dat heeft ook zijn waarde. Aan de andere kant moet je ook rekening houden met het feit dat we in een andere tijd leven. En als je kijkt naar ons ledenbestand, de leeftijdsgrens is wel behoorlijk hoog. En de gemiddelde leeftijd ligt er rond de 70, wat ook zelfs boven de 70 jaar. En dat is wel een punt waarvan je denkt van, wacht even, dat kan voor de toekomst behoorlijke gevolgen hebben. Niet alleen voor onze loge, maar in zijn algemeenheid voor de Odd Fellows. We zijn altijd de eerste dinsdag en de derde dinsdag in de maand. En dan als er vijf zijn, ook de vijfde, zeg maar. Dan is het extra. Dus om de 14 dagen hebben wij zitting. Ja. Ik heb ook wel eens een bijdrage gehouden over over speciaal onderwijs, over autisme en dergelijke dingen. Dat soort dingen, dat ligt dus heel dicht bij mij. Anderen die meer in een technische richting zijn, ja goed, die heeft het over astronomie. Ja. En over dat. Dus het is heel divers. De 9 oktober is er weer een open zitting. En dan hopen we weer mensen te kunnen verwelkomen.